Tijden veranderen en zo ook de vraag naar producten. Hier kan je als bedrijf op inspelen door nieuwe producten te creëren met als kenmerk Think Out of the Box. Standaard is ook zo gewoon. Jordi Pompen van tafelvlaggen.nl vertelt ons wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzame tafelvlaggen. Bedrijven zijn op zoek naar originaliteit, zoeken daarbij naar producten die de gedachte hebben thinking out of the box en die aanslaan bij de branche waarin ze zelf actief zijn, omdat ze op die manier meer verbonden worden met het product. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van tafelvlaggen. Denk hierbij aan verschillende producten. We hebben landenvlaggen en we hebben tafelvlaggen met een eigen logo. Tafelvlaggen met een eigen logo zijn er in verschillende materialen, waaronder de petfles. De petfles is gemaakt van gerecyclede petflessen en daar maken wij een tafelvlag van. De tweede vraag die we altijd stellen, hoe wil je als bedrijf zijnde jouw tafelvlag gebruiken op een congres of een beurs of een event? Wat wil je communiceren? Wat past het beste als bedrijf bij jou? Als voorbeeld, een strandtent zal meer hebben met een mini beachvlek dan met een normale tafelvlag. Maar dit komt omdat ze in een hele andere doelgroep zitten. De anti-firewall tafelvlag is een tafelvlag gemaakt van een materiaal met een antibacteriële coating. Dit zorgt ervoor dat microgevaarlijke bacteriën zich niet kunnen hechten of kunnen vermenigvuldigen. De tafelvlaggen worden duurzaam geproduceerd doordat op alle grondstoffen die we inkopen een certificaat zit. Van de inkten tot en met materiaal, tot houten standaards, tot papier. Dit zorgt ervoor als wij deze elementen combineren om een tafelvlag te maken, geheel in eigen land, dus in Nederland, wij uiteindelijk een duurzame tafelvlag kunnen neerzetten.